hier in de wintertuin van de Reehorst. Onder diverse valse voorwenselen en smoesjes bent u door de familie en vrienden hier naartoe gelokt. Excuses daarvoor, maar het is gebeurd met de beste bedoelingen. Neem naar de Parkweg in Ede-Zuid. De Parkweg, een authentieke straat met heel veel historie, maar ook met heel veel toekomst. En aan die straat is sinds jaar en dag de fotostudio gevestigd van de heer Bert André van den Boren. Een hele bekende naam in de gemeente Ede. Hoeveel mensen zijn de afgelopen jaren niet blij gemaakt met een bloemetje van u? Wat hebt u toch een fantastisch beroep. 3 vestigingen zijn er inmiddels in Ede, maar uw basis, uw hart, ligt volgens mij toch in Ede-Zuid aan de Parkweg. 2 weken geleden was ik met het college op bezoek bij de gereedschapsfabriek van de Brink in Harskamp. Het rode draad in uw leven. Het was dan ook niet moeilijk om u met kaartjes voor een ochtendconcert over te halen om naar de regio te komen. Met heel veel liefde en inzet besteedt u uw vrije tijd aan uw naasten, aan met name gehandicapten en ouderen. Beter gezegd aan diegenen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Meneer Gils, ik weet dat u zich altijd voor 100% heeft ingezet voor uw zaak. Maar op een ander gebied is hij net zo belangrijk geweest. Met name voor de kerk, de koorzang en het marktwezen. Wie het lokale nieuws volgt, weet dat in Veldhuizen problemen zijn met groepen jongeren. Vaak vergeet je dit soort doorheen berichten, dat er ook hele goede dingen gebeuren. Ook onder de jongeren zelf. En wie goed kijkt, ziet zelfs mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de wijk. Ook zijn doodlopers. Ik weet niet of iedereen in deze zaal het hiermee eens is. 1 persoon in ieder geval niet. En dat is de heer Winners. U. Want u bent ook al 36 jaar actief voor de gereformeerde gemeente in Wageningen. De heer Nieuwenhuizen deed zijn werk niet alleen voor de gereformeerde gemeente. Al die jaren werd hij ondersteund door zijn vrouw. Ik heb een kwartje leeg thuis. Ik heb een kopje. 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 Ik heb een kopje.